Ik ben Kevin Rogge, project engineer bij Catcon. Catcon werkt eigenlijk voor de constructeurs in de stalbouw, zowel industriebouw als bruggenbouw, projecten uit in 3D. We staan hier vandaag in het project de volledige heropbouw van de WTC-torens in Brussel, het ZIN-project. Dat is een vrij uniek en complex en innovatief project. Waarom? Omdat de beide torens eigenlijk volledig ontmanteld zijn, bouwlaag per bouwlaag, zonder die eigenlijk te gaan slopen. En die zijn dan volledig heropgebouwd met ons centraal volume middenin om de twee torens met elkaar te verbinden. Onze typische kernmerken zijn eigenlijk dat wij een goede samenwerking hebben met de klant, dat de opvolging van zowel productie als montage nauw wordt opgevolgd, zowel in het 3D-model als engineering, zodanig dat alles vlot kan verlopen en dat er ook een goede interactie is met andere aannemers, zoals de betonaannemer, de aannemer voor de technieken en dergelijke, om ervoor te zorgen dat er geen conflicten zijn met de staalstructuur. We hebben een goede samenwerking gehad met alle partijen, omdat er altijd goede opvolging was van het volledige productie- en montageproces. Conflicten die werden zeer snel gedetecteerd en die werden ook onmiddellijk doorgegeven. Communicatie is daar ook vrij vlot in verlopen. Het aanpassen van zowel staal als andere structuren, dat is feilloos verlopen. Dat heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk geen problemen op dat opzicht geweest zijn op de werf. We zijn als Catcon natuurlijk zeer trots deel uit te mogen maken van dit project, omdat het, zoals gezegd, een zeer uniek project is, waarbij dat werken, wonen en leven gaat samengebracht worden onder één gebouw. En dat is toch een nieuwe manier van stad bouwen.